De vergeten waarvoor ook alweer tikkie. Die heb ik gestuurd naar Najib. Hij stuurt mij dit filmpje. Femke is tantoe slim. Nu sta ik buiten spel. Ik zou Nicolette een reminder kunnen sturen, maar ik ga het niet doen. Ik vind haar reactie al goed genoeg. Ik laat het voor wat het is. Nee, oké, fuck it. Ik ga nog een reminder sturen. Ik heb besloten om tikkies te gaan sturen vandaag naar bekende Nederlanders. En ik heb er een spelletje van gemaakt en het gaat als... Ik kies een... Abonneer op mijn kanaal! Abonneer op mijn kanaal! Blijf abonneren op mijn kanaal! Abonneer zeker! Het is het waard! Abonneer! Je hoort het. Het gaat als volgt. Ik kies een bekende Nederlander uit. Dat kan een YouTuber zijn, een zanger, een rapper, iemand die aan Boer Zoekt Vrouw meedoet. Hallo, mijn Willem! Whoever the fuck. Als ik het nummer van die persoon maar heb. Dus laten we zeggen, snelle. En dan hebben we hier een lijst van 10 dingen waarom ik die tikkie zou sturen. Dus bijvoorbeeld bedankt voor gisteravond. Of abonnement voor de friendship. Of crisis. Wordt automatisch 1 tot 10 gekozen en die moet ik dan sturen. Vervolgens komen aan deze kant 10 bedragen te staan. Er wordt weer random één van deze 10 gekozen. En dat moet ik dan gecombineerd naar de BN'er sturen in de hoop dat ze reageren. Een random nummer. 8. 8 is abonnement voor de friendship. Dan gaan we nog een random nummer kiezen voor het bedrag wat ik moet sturen. Namelijk 6. En nummertje 6 is, zoals je ziet, 250 euro. Ik weet dat Snelle aardig wat centjes verdient. Ik acht de kans aanwezig dat hij het gewoon overmaakt. Klaar voor je eerste tikkie? Jazeker. Deze video is trouwens niet mede mogelijk gemaakt door tikkie. Want eigenlijk gebruik ik nooit tikkie. Maar voor de video is tikkie net wat handiger. Ik wil aan één persoon 250 euro vragen. Waar is het voor? Abonnement voor de vriendschap. Deel via WhatsApp. De volgende BN'er die ik een tikje ga sturen is Maxime Meiland van het geweldige programma Chateau Meiland. Wat goed! Nummer 7. Nummer 7. 10 Instagram likes van mij. Oh, kut. Ik ken Maxime ook niet goed genoeg, dus ze weet denk ik ook niet meteen dat dit een grap is. Het bedrag correspondeert met nummer... 6. 500 euro. 1 persoon. 500 euro. 10 Instagram likes van mij. Ook Maxime heeft een tikje gekregen. We gaan verder met Nicolette van Dam. Tijd voor nummers. Nummer 1 is bedankt voor gisteravond. Het bedrag is nummer 6. Nummer 6 is 1000 euro. Dit is niet hoe ik ben opgevoed. Maar ik ga het wel gewoon doen. Mama, papa, ik ben rijk. Ik wil aan 1 persoon 1000 euro. Oh. Kut! Het meest veelzijdige stukje vlees. 7,50 is het max. We passen de regels een klein beetje aan, want 1000 euro is te veel voor tikkie. 500. Waar is het voor? Bedankt voor gisteravond. Dit sturen we even naar Nicolette van Dam. Snelle heeft mij teruggeappt. Een foto van wijnglazen. Ja, ik was laatst bij Snelle en toen was er een wijnglas kapot gevallen. En toen had ik een wijnglas opgestuurd om het een soort van goed te maken. Maar nu denkt hij dus dat die tikkie bedoeld is voor die glazen. Is gewoon contributie voor onze groeiende vriendschap. Ja, zo werkt het toch. Nummer 7, namelijk crisis. Nou, duidelijk. Die kan ik op zich... Oh, wacht, ik moet nog iemand bedenken. Ik ga crisis naar Femke Louise sturen met het prachtige bedrag 6. En nummer 6 is... Nummer 6 is 600 euro. 1 persoon... 600 euro. Oké, ik heb Femke een tikje gestuurd. De volgende BN'er die ik een tikje ga sturen is Najib Amhali. Een ware bekende Nederlander. Hassan! We zijn er weer! Hem ga ik een tikje sturen. Nummertje... Nummer 5. Vergeten waarvoor ook alweer. Ik hoop op een laag bedrag, zodat hij het misschien wel gewoon overmaakt en denkt... Ah joh, ik gun die jongen dat geld wel. Het bedrag van vandaag is... Oké, nummer 3 staat gelijk aan 25 euro. 1 persoon, 25 euro. Vergeten waarvoor ook alweer. Volgende die me wel leuk lijkt is... Yuki. Yuki van Criss Cross Amsterdam. Ja, die ga ik vragen. Even kijken. Nummer 4. Ben blij dat we niet dood zijn. Ik heb het ook zelf bedacht. Super! Fantastisch! Echt super geweld! What was I thinking, man? Voor een bedrag van maar liefst... Oh, tientje. Tientje moet wel... Tientje is wat te doen. 10 euro. Ben blij dat we niet dood zijn gegaan. Oké, dit past niet helemaal, dus we doen het even zo. Ben blij dat we niet dood zijn gegaan. Yuki. Stuur. Boom! Oké, Najib Amhali heeft gereageerd. Let's go! Najib zegt... Ha 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 ha. Hallo. Hey. Het is bloedserieus dit. Ik krijg nog geld van je. Maak even over. In de tussentijd gaan wij gewoon verder met de volgende BN'er. Nick van Nick en Simon. De reden van nu is nummer 1. Geen vragen stellen. En het bedrag waar het om gaat is nummer 4. 750 euro. Dat gaat hij nooit doen. Kan ik je nu al vertellen. Geen vragen stellen. Deel via WhatsApp. Nick Schilder, je hebt van mij een tikje gekregen voor 750 euro, maar je mag geen vragen stellen. Maak het gewoon over.
Dat Jeep zegt, komt eraan. This guy. Als hij het overmaakt, is het mijn held. Laten we even teruggaan naar de YouTubers. Ik moet natuurlijk wel Gio Latoye, denk ik, een tikkie sturen. De reden van Gio is nummer 1. Namelijk, ik zit even krap bij kas. En het gaat om een bedrag van 50 euro. Oh, dat heeft hij wel voor me over, denk ik. Of nee, toch niet? 1 persoon. 50 euro. Ik zit even krap bij kas. Deel via WhatsApp. 50 euro verstuurd naar Gio Latoye. Ik kies Don Diablo, de DJ. Om mij een ticket te betalen. De reden is nummer 1. Omdat ik honger heb. En het bedrag is of 5 of 100 euro. Hij blijft op 1 staan, dus het is 5 euro. Op je muil, gauw. 5 euro. Ik heb honger. Don Diabolo, verzonden. Ja, en dan hebben we nog maar 1 optie over. Verrassing voor 100 euro. Wie vind ik daar nou passend bij? Henry van Loon. Is hier iemand? Ik hoor de kloppen op de deur. 100 euro. Waar is het voor? Verrassing. Ik heb net 10 BN'ers tikkies gestuurd voor absolute bullshit. Ik ben benieuwd of ze het gaan overmaken. Ik acht de kans vrij klein, maar ik hou jullie op de hoogte. Wat ik als eerste kan doen is even in de app kijken. Eén van de 10 heeft betaald. Maar liefst 50 euro. Gio Latoye. Ja, je ziet maar weer wie het meest welvarend is van al deze mensen. Even kijken wat de andere mensen gezegd hebben. Henry van Loon, wil je mij alsjeblieft 100 euro betalen voor verrassing? Hij reageert met, haha, vet. Weet niet of ik vrienden maak hiermee. Waarna ik zei, ik zag dat je nog niet hebt overgemaakt. Wanneer ben je van plan dit te doen? Hij heeft nog niks gezegd. Dus ik ga hem nog een laatste reminder sturen. Don Diablo, ik heb honger. 5 euro. Hij reageert met een gifje. What is this? What's happening? Hij snapt het niet. Begrijpelijk, want het is ook een beetje een vreemd verzoek. Ik heb honger, maar heb even geen geld. Kun je me 5 euro overmaken? Dat heb ik gereageerd, waarop hij 3 emojis stuurde van lachende poppetjes. Ik weet niet of het erin zit. Reminder gestuurd. Ook Nicolette van Dam heeft nog niet betaald. Ik heb haar een tikje gestuurd van 500 euro om haar te bedanken. Omdat bedankt voor gisteravond. Ze heeft gereageerd, dus dat is mooi. Alleen ik heb het geld nog niet op de rekening staan. Was zeker leuk, maar moet je mij niet 500 euro geven? Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, hè, ben ik nou gek? Hebben wij nou echt iets gedaan gisteravond? Ik reageerde met, hoho, ik heb al het harde werk gedaan. Nou, weet je wat? Ik zou Nicolette een reminder kunnen sturen, maar ik ga het niet doen. Ik vind haar reactie al goed genoeg. Ik laat het voor wat het is. Nee, oké, fuck it. Ik ga nog een reminder sturen. Hij is gek. Nick Schilder heeft niet gereageerd op mijn geen vragen stellen. Ik ga hem nog even een reminder sturen. Yuki van Criss Cross Amsterdam heeft nog niet gereageerd. Dit vind ik diep triest. De reden was, ben blij dat we niet dood zijn. Er kan van alles gebeurd zijn. Ik vind het mooi dat al deze mensen die tickets hebben gekregen. Ze hebben gelezen, want ik zie blauwe vinkjes. En vervolgens echt denken, nou ja, ik weet niet wat het is. Laat maar. Ik ben vast de verkeerde persoon. Dat is denk ik wat ze denken. Maar nee, je bent onderdeel van een groot sociaal experiment. Najib Amali. Ik zei, maak even over. Ben vergeten waarvoor ook alweer. Zegt hij, komt eraan. Blijkbaar niet. Yo, kun je deze nog even overmaken? Toch wel een van mijn persoonlijke favorieten, namelijk Crisis Help Me. Gestuurd aan Femke Louise, is niet beantwoord. Maar zo makkelijk laten we ons niet afschudden. Dus ik ga er gewoon een reminder sturen. Maxime Meiland zou 500 euro moeten betalen voor de 10 Instagram likes van mij. Nou, ik heb de 500 euro nog niet gekregen, dus ik ga haar foto's niet liken. Dat lijkt me duidelijk. Maar ze heeft wel gereageerd. Hahaha, rot op joh. Duidelijke taal. Waarop ik reageerde, is een goede deal Maxime. Vriendenprijsje, normaal gesproken is 20 voor jou halve prijs. Wat ik heb gezegd klopt ook niet. Normaal gesproken is 20, wat? 20 likes, maar dan zou het gewoon nog goedkoop. Ik snap niet wat ik zeg. Ze heeft alleen nog niet overgemaakt. Ze gaat ook gewoon even een reminder sturen. Reminder! Ik zou het niet gek vinden als deze mensen mij gewoon blokkeren. En dan tot slot 250 euro als abonnement voor de vriendschap richting Snelle. Snelle had al gereageerd. Daarna heeft hij ook nog gereageerd. Hij zegt, ik denk ik antwoord gewoon niet. Dan zijn we snel klaar. Ja, oké. Okay. Belangrijk is in het leven dat je ook weet wanneer je moet stoppen. En dit voelt voor mij als een moment dat ik moet stoppen. Moet stoppen met de ongein. Het tikkie is geldig tot 19 mei. Dus ik spreek jullie volgende week wel even of het betaald is. Ja? Oké. Inmiddels is het 18 mei, één dag voor 19 mei, de dag waarop mijn tikkie verloopt. We gaan eventjes de conclusie bekijken. De verrassing, 100 euro, Henry van Loon, even kijken. Op mijn reminder zegt hij, ik ben bang dat ik dat niet durf. Ik ben al oud, weet je wel. Gefeliciteerd met je verjaardag alsnog. Oké, okay, Henry, goede respons. Gewoon eerlijk, oprecht, niet omheen lullen. It is what it is. It is what it is. Goed gedaan. Wel jammer dat ik geen 100 euro verdiend heb. De ik heb honger heb ik naar Don Diablo gestuurd, die mij verstuurd heeft. Dit is dus mijn allereerste tikkie, zelfs speciaal een app hiervoor gedownload. Een half uur later, but I made it work. Don, je bent veel te aardig. Gio Latoye had natuurlijk al rustig even die 50 euro overgemaakt. Gio is gewoon een rijke motherfucker. Geen vragen stellen tikkie naar Nick van Nick en Simon. Die heeft een onverwachte wending gekregen. Aangezien hij mij een berichtje heeft gestuurd op Instagram. Hij zegt, yo vriend, ik krijg enthousiaste tikkies van je. Misschien een briljant nieuw format, maar ik check toch even op dat er geen spoofer actief is.
Ik zei, haha, nee, dat ben ik gewoon. Heb even wat geld nodig. Sindsdien heeft hij niet meer gereageerd. Kut. Geen 750 euro. Yuki, ben blij dat we niet dood zijn gegaan. Yuki zei, heb alleen zwart geld, bro. Als je 10 euro nodig hebt, moet je het even komen halen. En daarna stuurt hij een foto dat hij op mijn parkeerplek staat geparkeerd. 10 euro parkeergeld. Dus ook Yuki van Criss Cross Amsterdam was verdomde gierig. De vergeten waarvoor ook alweer, Tikkie. Die heb ik gestuurd naar Najib. Hij zegt, lachend helppoppetje, alweer? Ja, er was toch iets waar ik nog 25 euro voor kreeg? Hij zegt, haha, ik kan je 100 geven als je iets voor me wilt doen. Oh, nu wordt het spannend. Helppoppetje. En hij stuurt mij dit filmpje. En in Dutch we say campé en cheers in this way. And it would be nice if you all can say the same. We say... Dikke lul. Een ware comedian, al zeg ik het zelf. Najib, je hebt mij niet het geld overgemaakt, maar je hebt me wel laten lachen. Tikkie genaamd Crisis Help me heb ik gestuurd naar mijn grote vriendin Femke Louise. Waarop zij antwoordde, jazeker, ik heb een respons. Hahaha. En daarna stuurt ze een tikkie naar mij. Ik heb een betaalverzoek gemaakt van 600 euro voor Crisis 2.0. Fantastisch. Femke heeft me uitgespeeld. Zij zegt, als jij deze overmaakt, doe ik die van jou. Femke is tam too slim. Of nee, toch niet? Nu sta ik buiten het spel. Want eigenlijk moet ik haar het nu overmaken. Maar als ik het haar overmaak, weet ik niet of ik het terugkrijg. Dus eerlijk, perfecte reactie. Ik heb Nicolette van Dam nog een reminder gestuurd vorige week. Op basis van mijn 500 euro tikkie. Ze heeft niet gereageerd. Dus helaas Nicolette, zeer spijtig. Maxime Meiland, 10 Instagram likes voor 500 euro. Zij stuurt aan mij, je bent toch niet serieus, hè? Jawel, nee thanks. Ze is wel duidelijk. Ik had toch graag 500 euro gehad, maar oké. Okay. Mijn poging om vandaag stinkend rijk te worden is mislukt. Bedankt. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.